Een familiedrama ontvouwt zich in de rechtbank, waar Rachel Hazes en Roxaan Hazes elkaar frontaal tegemoet treden. De rechtszaak, waar ook Marieke van Beek en Robert Israël bij betrokken zijn, bereikte onlangs een nieuw hoogtepunt met een intensief getuigenverhoor. Tijdens deze confrontatie heeft Roxaan harde woorden gesproken, woorden die diep ingrijpen in de moeder-dochterrelatie. Ze betitelde mij als een leugenaar. Als moeder zijnde is dat verwoestend. Juist omdat eerlijkheid een strijdpunt is waar ik al jaren voor sta om de waarheid aan het licht te brengen. Maar laat haar vooral van mening zijn dat ik een leugenaar ben. Ik ben oprecht benieuwd naar Roxy's reactie als alle feiten boven tafel komen, verklaart Rachel in een interview met Party. Rachel staat voor een dilemma waarbij ze nog niet alle kaarten op tafel kan leggen. Ze hint echter op het feit dat er veel zaken aan het licht moeten komen. Er staan nog verhoren met boekhouders op de planning in toekomstige zittingen. De puzzel is voor mij persoonlijk al gelegd, maar er zijn nog vele onthullingen die naar buiten moeten komen, voegt ze eraan toe. De spanning tussen moeder en dochter lijkt in de rechtszaal tot het uiterste te worden gedreven, en de mysterieuze verwijzing naar financiële experts belooft dat de juridische strijd nog lang niet ten einde is. Rachel lijkt vastberaden om de waarheid te laten zegenvieren, ongeacht de impact op de familiebanden. De rechtbankdrama onthult zich als een gelaagd verhaal. Waarbij elk getuigenis een nieuw hoofdstuk toevoegt aan de ingewikkelde saga tussen Rachel en Roxane Hazes.